Dus zitten er maar één ding op. En dat is accepteren dat je je bed uit moet. Omdat je gewoon ja, naar school moet of wat dan ook. En terwijl ik mijn tanden even poets, probeer ik ook altijd gelijk mijn sokken aan te doen. Zo stom. En ja, ik ben de Koen van de Molen. Ik vind het eigenlijk best gek om... Ik vind het eigenlijk best gek om te vloggen. Maar ja, we gaan er iets leuks van maken. En we gaan kijken wat er van komt. Het is maar goed dat jullie niet kunnen ruiken via de telefoon, want damn, ik had een deootje nodig. Er moet nog een bijt ook. Lastig. Ik zal jullie gelijk eens even laten zien in wat voor een prachtig huis ik woon. En wat voor een magnifieke achtertuin ik heb, zeg. Hey, potverdorie. Dat is toch mooi? Dat is toch mooi? Nou, leuk. Ik ga even ontbijten. En dan ga ik nou dit trucje proberen. Dames en heren, het is een rukdag vandaag. Want Robert, leg eens even uit wat er aan de hand is. Ja, toch hè? Wat er aan de hand is nu is, wij zijn op school gekomen. Ja. En op school kregen wij dus het bericht dat wij eigenlijk niet naar school hoefden vanwege code rood. Vanwege het gevaar dat er dakpannen en alles naar beneden zou vallen. Dus we mogen ook gewoon niet naar buiten. We zitten praktisch opgesloten in school. Ja. En er rijden gewoon geen treinen meer tot 4:30. Ja, dus er is gewoon superveel wind. Waardoor er allemaal mensen over de straat rollen. Wat vanuit binnen een hartstikke leuk gezicht is om te zien. Dus we zijn naar mijn vriend Brand geweest. Hebben we lekker eten en drinken gekocht. En nu zitten we eigenlijk gewoon gevangen op school. Want er staat allemaal politie en brandweer en zo. We mogen het gebouw niet uit. Dus we zitten opgesloten op school. Maar ja, eigenlijk en ook door die hele code rood zijn de lessen vervallen. Dus we zijn ook gewoon vrij. Dus waarom zijn we überhaupt naar school gegaan, denk je dan? Dat denk ik ook. Dus dat is een ruksituatie. Robert? Ja? Laat even zien hoe fatsoenlijk en mooi jij kan eten. Ja, maar dat moet je dus niet aan mij vragen. Nee, want dat kan Robert helemaal niet. Isa, wil jij nog iets zeggen? Ja, Isa is verdrietig, want ze kan geen vervoer naar huis regelen. We wonen eigenlijk vlak bij elkaar, maar ze komt bij de auto niet in, want ik word lekker opgehaald. Dus... Helemaal niet, je wordt niet opgehaald. Oké, dat is waar, ik word niet opgehaald. Ik zit hier vast. We zitten hier allemaal vast. Alleen gelukkig is het geen onbewoond eiland. Nee, ik ben aan het vloggen, Annette. Nee, het is één uur geweest, we moeten er naar buiten. Nee, maar we kunnen niet weg. Oh, is geen elke keer. Dus we mogen gewoon weer naar buiten. Zwaai even naar mijn vlog. Oh. Oké. Okay. Dat was gezellig. Oké, ik hoor net dat we misschien naar buiten mogen. Dan gaan we dat proberen. Waarom moet je naar buiten? We hebben 15 minuten verlof. Los van dat ik in mijn jas op het bed lig, is het probleem van het openbaar vervoer nog steeds niet opgelost. Maar ik ben wel lekker thuis. Want ik heb twee schatten van zussen. Die mij op hebben gehaald in Amsterdam. Dus dat was heel fijn. Ik heb wel twee klasgenootjes laten zitten. Die zitten daar nu misschien nog steeds. Zoals jullie dit kijken. Hadden jullie eigenlijk best mee kunnen rijden. Maar dat is niet gebeurd. Sorry. Waarom lig ik hier? Waarom heb ik mijn jas aan? Dit is het nieuwe tuinhuis wat gebouwd is. Het is een tweepersoonsbed, maar er ligt nog maar één matras op. En er is hierdoor ook helemaal geen verwarming en zo, dus het is knetterkoud. Dus daarom heb ik mijn jas aan. Wat wel fijn is aan dit tuinhuisje is, we hebben altijd strak blauwe lucht, omdat het uitzicht, dat is fenomenaal, jongen. Dat is echt, En verder hoop ik dat dit mijn kamer wordt. Dus het gaat nog even duren, project. Het is een lopend project. En ik hoop dat dit mijn kamertje wordt. En beneden is er nog een bank, een kamertje en een badkamer. Dus hopelijk wordt dat mijn kamertje. En dat zou echt super chill zijn, want dan heb ik gewoon mijn eigen... woon ik eigenlijk gewoon een beetje op mezelf. Dat zou wel heel fijn zijn.
Hier moet je altijd even uitkijken. Mijn zus heeft hier een hersenschudding aan opgelopen. Toen ze de kop stoot hier. Zo, dat zijn allemaal onderdelen voor de open haard. Dus mijn zus heeft me... Mijn zus heeft me opgehaald en we gaan nu lekker naar de bios met z'n drieën. Een hapje eten in de stad. Dus dat is wel gezellig. Peace out.